gaat om voor mevrouw Gommans van de regio en mevrouw Gelderman, die ons komt ondersteunen als verpleegster. We beginnen deze keer iets anders dan u normaal van ons gewend bent. Niet met een heilige mis, maar met een vier. Daarna is er een pauze met koffie en vragen. Het bestuur en alle medewerkers een hele fijne middag toe. En ik geef het nu door aan mevrouw Roosie. Zijn wij hier samen om ons samen voor te bereiden op het grootste feest van het jaar, Pasen. We willen het geheim vieren zoals het ons zand voordoet. Fijn dat we elkaar hier mogen ontmoeten. Goed dat we ook God hier mogen ontmoeten. We zoeken in onszelf. Welke breekt uit in je jeugd? De Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft zich over de armen ontfermd. Ons leven, allen die ons lief zijn en die bij ons in en uitgaan. Blijf. Oh.
alsjeblieft. Ja, beste gasten en vrijwilligers en andere genodigden, vandaag de gast hier letterlijk en figuurlijk bij de afdeling Brunsum Center. Veel werk hebben ze steeds al gezien, maar ze hebben ook een ander ding gemerkt toen ze in het archief keken, namelijk dat er een dame was die hier rechts van mij zit en die dat werk, wat er vandaag onder andere gebeurd is om dit allemaal voor elkaar te krijgen, die dat al 25 jaar doet. En dat is dan maar een klein stukje van wat ze allemaal gedaan hebben. Het gaat hier om mevrouw Lies Jansen, vrijwilligster van de Zonnebloem sinds 1986. Ja, en zij is dus voorgedragen door het bestuur om vandaag in het zonnetje gezet te worden. En dat is dan bij de Zonnebloem heel toepasselijk natuurlijk, want voor die 25 jaar vrijwilligerschap bij de Zonnebloem staat dus de gouden draagspeld en ze krijgt nog wat om thuis als herinnering op de kast te zetten. En voor de speld bij haar op zou spelden. Goed, dat even tussendoor. Even ingaan wat ze in die 25 jaar gedaan heeft. Dat is voor mij natuurlijk erg moeilijk, want ik ken mevrouw Lies niet persoonlijk. Ja, u kent haar veel beter dan ik, als gast. Want bij u komt ze thuis en u ziet ze elke keer en natuurlijk ook de medevrijwilligers. Maar toch even een korte impressie wat de gemiddelde vrijwilligster ook zei dus van de Zonnebloem, wat die zoal doet. Ik begin dan met het belangrijkste en dat is het bezoekwerk. Ja. Zij is een van de, waarschijnlijk gespecialiseerd in het werk in de keuken. Goed. En dan vele bijeenkomsten en uitstapjes, dit is ook een voorbeeld van. Dan heeft ze ook, ik denk tot het vorig jaar, meegedaan met de lotenherkoop. Dus ook weer langs de burger om weer wat meer geld in kast te krijgen, ja, om leuke dingen voor de gasten in de kast te geven. Zowel regionaal denk ik dan, en ook nationale vakanties. Goed, en wat niet verder is, ik zal mevrouw Jansen nu dus de speld opstellen en haar de rest overhandigen. En als dat gebeurd is, dan geef ik het woord terug. Je bent ook heel vaak mee geweest met de regiovakantie, waar je meestal bij de huishoudelijke dienst was ingedeeld. Zo ook die keer in Eindhoven, waar je zo ijverig was dat je in de nacht nog de ramen ging wassen. Dat doet ze vaak. Dat is een goede baan vergeten. En dat Louis terug naar huis moest om ze te gaan halen. Bij de dagbroodtocht was je altijd present in de keuken, want het was jouw domein en voelde jij je in je element.
Bij de paas- en kerstveringen is er maar één die de vlaaien zo mooi op de schade kan leggen als jij. Kortom, het is te veel om op te noemen wat jij in die 25 jaar voor de afdeling hebt gedaan. Daarom willen we jou dan hartelijk feliciteren met je jubileum en namens de afdeling een blijk van waardering, het beeldje en de bloemen overhandigen en we hopen dat je nog vele jaren als vrijwilliger bij ons in de afdeling zou blijven. Als buurzitter van de regio, bedanken voor de 24 uur gasten. Ook voor ons als regio de Pskloorbestaan. Ze hebben het wel gehad over de vakantieweek. De eerste vakantiedagen, de eerste vakantieweek wat we samen hebben gedaan. Het wordt geweldig. Ze hebben het al gerefereerd dat iets alleen maar hier erop over de kieken of het gedaan is. Of de keukengans moest weer opgeschaald. Al het bestek moest goed drinken en wat ze gezegd hebben. De mensen, die moesten toch zo blijven. Dat wil iets. Ook met de boten is dat allemaal gezegd. Dus ook door weer onze dank van de regio. En een klein leuke, zodat ze daar ook nog eens een keer aan ons kunnen brengen. Dus, proficiat. Dankjewel. Blauw 628.